Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Dit is een best wel veel aangevraagde video. En hij is er dan eindelijk. Ik heb hem al 100 jaar achter elkaar beloofd. Maar hier is hij dan, mijn updated make-up routine op dit moment. Ja, ik ga geen achterlijk praatje houden. Liken en abonneren mag natuurlijk wel altijd. Maar we gaan beginnen. Ik heb mijn camera een beetje scheef gezet. Dus ik zal af en toe gewoon zo in de spiegel kijken. Waar ik altijd sowieso mee begin is deze crème. En dit is Biafine. En deze kun je alleen volgens mij in Frankrijk krijgen. En het is eigenlijk een brandwondencrème. Maar ik keek vroeger altijd video's van Beauty Gloss en Miss Lip Gloss. En ik weet nog wel uit die tijd. En toen waren de blogs, de beauty blogs, nog helemaal het ding. Daar vond ik toen op dat Biafine heel goed werkt. Als je last hebt van puistjes, et cetera. Dus toen ben ik eigenlijk met die crème begonnen als crème die ik gewoon iedere dag gebruik. Eigenlijk gewoon mijn standaard crème. En tot op de dag van vandaag ben ik daar eigenlijk niet mee gestopt. En nou weet ik niet of die per se fantastisch werkt voor mij. Want ik heb ook af en aan een slechte huid. Maar ja, dat is naar mijn idee meer iets hormonaals. En als je gewoon een goede huid hebt, het zit in je genen of whatever, dan... Het is echt lang geleden dat ik zo'n losse video heb genomen. Ik weet niet, ik kom niet uit mijn woorden. Maar als je een goede huid hebt, heb je een goede huid. En zo niet, dan niet. Ik geloof er echt heilig in. En dan, als je gewoon een goede huid hebt, dan kan je het ook makkelijk met de meest standaard crème ever doen. Er zitten ook de meest basic dingen in die ik eigenlijk gebruik voor echt mijn basismake-up. En dan in de la hier heb ik nog wat overige producten. En ik stik bijna in de hoeveelheid make-up producten die ik überhaupt heb. Dus ik wissel heel vaak af. Dus alle producten die ik nu gebruik, veel zijn wel echt favoriet. Omdat ik ze dan op dit moment gewoon eigenlijk iedere dag gebruik. Maar dat kan ook volgende week weer anders zijn. Net zoals dit bijvoorbeeld. Ik gebruik nu een spons van Real Techniques om mijn foundation en concealer aan te brengen. Maar eigenlijk heb ik het jaar hiervoor alleen maar beauty blenders gebruikt. Ja, nu toevallig waren beauty blenders allemaal vies. Heb ik ze weggegooid en vond ik dan deze in de kast. En denk ik, nou, dan doe ik het even met deze. Ik begin daarna met mijn gezicht. En dan begin ik met concealer. Ik gebruik een paletje van MAC. En het is de Pro Conceal & Correct Palette in medium. En zoals je ziet is het een veelgebruikt palet. Ik gebruik voornamelijk de twee bovenste en de twee onderste het meest. En dan die daartussen, die blijven een beetje onaangeraakt. En meestal maak ik gewoon een soort van mixje van alles. En ga ik een beetje langs al die kleurtjes. En dan ga ik eigenlijk mijn oneffenheden een beetje wegwerken. En ik vind het heel lastig om te bepalen altijd. Omdat ook nu is het een paar dagen heel lekker weer geweest. Maar weer iets bruiner. Qua foundation en zo. Dus ik vind het altijd heel lastig om uiteindelijk tot een goede kleur te komen. Maar ik probeer wel altijd in ieder geval onder mijn foundation alle oneffenheden een beetje weg te werken. Ja, dat doe ik gewoon een beetje zo. En mijn voorhoofd is redelijk stabiel de laatste tijd. Dan ga ik over op foundation. En dat vind ik dus lastig. Ik gebruik altijd deze foundation van Dior. Dus de Dior Backstage Face & Body Foundation. En ik gebruik hem nu in de kleur 3N. Maar ik mix hem vaak met of 2N of 1,5N. En als ik dan nog bruiner ben door de zon of ben op vakantie geweest, dan doe ik hem nog iets donkerder. Maar op zich, ja, ik ben niet heel erg bruin op het moment. Maar ik ga gewoon voor de 3N. Misschien matcht hij niet zo mooi. Hij is vrij donker. Ik ben nogal geneigd om veel te veel foundation te gebruiken. En daar wil ik echt van af, maar ik... Ja, ik weet niet. Ik doe dat gewoon automatisch en dan blijf ik erbij verven eigenlijk. En dan op een gegeven moment heb ik gewoon echt een masker opgeschilderd, maar... Ik weet niet waarom ik dat altijd blijf doen. Oké, naar mijn idee... Is de foundation wel redelijk... Ziet er wel redelijk op. Ik vergeet ook nogal vaak mijn nek mee te nemen, waardoor ik echt een masker op heb. En dan doe ik nu concealer onder mijn ogen.
En ik gebruik de Makeup Forever Full Cover Concealer. En hij is zodanig lelijk geworden dat ik niet eens zie wat voor kleur het is. Dus dat is kut als ik deze nog een keer wil hebben. Want hij is wel heel fijn. En die doe ik dan zo. Onder mijn ogen. Tegen de bizarre donkere kringen. Daar heb ik echt wel heel erg last van. Ik heb niet echt vallen, maar ik heb gewoon echt donkere kringen onder mijn ogen. Nou, dit probeer ik dan ook te blenden. Oh ja, verder, dit is geen tutorial, hè. Dit is gewoon hoe ik het doe. Het wordt vaak gevraagd van, goh, wat is je make-up routine op het moment? En dat is wat ik nu aan het doen ben. Ik zeg absoluut niet wat je moet doen. Want ik ben er geen pro in. Ik zou het wel willen zijn. Maar dit is niet hoe je het per se volgens mij zou moeten doen. Ik vind het altijd heerlijk als ik shoots heb en zo. En ik word opgemaakt door iemand waarvan ik het ook echt daadwerkelijk mooi vind. Dat gebeurt eigenlijk ook niet zo vaak. Maar als dat gebeurt, vind ik het heerlijk om dan te zien hoe het gebeurt en met welke producten. Dan ben ik echt alleen maar vragen aan het stellen. Zo, nou, dat zit al onder mijn ogen. En ik moet zeggen, er gaan heel snel lijntjes in zitten. Ik heb hele gerimpelde onderogen. Ah, kut. Mijn poeder zit nog in mijn tas. Die ga ik even snel pakken. Ben ik weer. Als poeder gebruik ik deze van Laura Mercier. Dat is gewoon een translucent powder. En ik gebruik een kwast van Wild X. En ik moet zeggen, dat zet ik best wel dik aan onder mijn ogen. Omdat ik gewoon niet wil dat er allemaal rimpels in komen. Want dat vind ik gewoon lelijk. Dat je dan de deur uit bent en in je achteruitspiegel kijkt. En dan zie je er niet uit. Nou, daar heb ik niet voor in de badkamer gestaan. Zo, nou, dan zit eigenlijk de basis erop. Als in foundation en concealer. Oh, die poeder gaat altijd overal heen. En dan, nu ligt er weer iets zwarts op de grond. En dan is het weer helemaal wit. Oké. Wenkbrauwen. Ik gebruik daarvoor dit paletje van Dior. Dit is de Dior Backstage Brow Palette. In de kleur 2 Dark. En ik gebruik een potloodje van MAC. En dit is 208. Nou ja, met mijn wenkbrauwen doe ik maar wat. Ik heb ook iedere dag andere wenkbrauwen. Ik heb eigenlijk in eerste instantie überhaupt geen wenkbrauwen. De vorm die er zit, dat is permanente make-up. En verder doe ik maar wat. Ik heb geen idee hoe je een mooie wenkbrauw maakt. En ik weet ook niet echt wat ik nou een mooie wenkbrauw vind. Ja, wat ik een mooie wenkbrauw vind is als die natuurlijk is. Want zo'n YouTube Instagram wenkbrauw met zo'n lip concealer eronder en zo, vind ik eigenlijk ook helemaal niet mooi. Maar goed, je kan niet echt een natuurlijke wenkbrauw hebben als je überhaupt geen wenkbrauwharen hebt. Dus dat is dan heel jammer voor mij. Oké, ik heb nog maar wat gedaan. Ze zitten erop. En dan gebruik ik nu, dit is echt mijn favoriete nieuwe product. Dit is de Shape Plus Shape Brow Tint van MAC in de kleur Spiked. En hier zit dus een klein kwastje op. Oh, ik heb jeuk aan mijn neus. Hier zit dus een klein kwastje op. En daarmee kun je wenkbrauwhaartjes tekenen. Zo ziet hij eruit. En dan doe ik dus een beetje aan de aanzet een paar kleine haartjes tekenen. Ja, ik kan gewoon niet presteren onder druk. Ik verneuk het helemaal nu ik het voor de camera moet doen. Nou, ik moet zeggen, dit is niet mijn beste poging. En dan gebruik ik gewoon zo'n wenkbrauwborsteltje om het allemaal een beetje enigszins natuurlijk te laten lijken. Dan gebruik ik dit paletje van Charlotte Tilbury, de Filmstar Bronze and Glow. Nou, dit is een face sculpt en highlighter. En ik gebruik deze kwast van MAC en deze is zo oud dat ik niet zie welk model het is. Dan probeer ik een beetje te shapen. Dat is absoluut niet aan mij besteed. Dus ik leg even de nadruk op dat ik het probeer.
En ik doe maar wat, want vervolgens ga ik mijn hele gezicht onder zitten smeren met iets waar ik mee zou moeten contouren. Ja, ik kan dat gewoon echt niet. En dan hebben we de highlighter van MAC. Soft and Gentle. Ik blijf erbij zweren. Dit was echt een super populaire highlighter. Een paar jaar terug. En ondertussen zijn er ook heel veel nieuwe highlighters op de markt gekomen. Maar ik blijf toch altijd terugvallen op Soft and Gentle. Zo. En vervolgens doe ik dan met deze grote kwast. Het is wel grappig. Dit is nog een kwast, letterlijk. Er staat op Today's Beauty. En Today's Beauty is van Manon Tilstra. Zij heeft ook een YouTube kanaal. En zij heeft dus echt jaren geleden een eigen kwastenset uitgebracht. Nou, ik gebruik deze nog steeds. En dan gebruik ik deze blush van Charlotte Tilbury, Cheek to Chic. En ja, je mag niet blazen in je kwast. Nou, ik doe dat wel. Dan doe ik gewoon zo net lachen. En dan breng ik dat zo'n beetje aan. En probeer ik een beetje die contour te blenden. Zo. En vervolgens ga ik weer mijn gezicht ermee insmeren. Dan gebruik ik deze poeder van Milani. Volgens mij kost deze echt 6 euro. En dit is nummer 5. Het is een baked bronzer. En dan gebruik ik deze kwast van Real Techniques. Ik gebruik best wel veel kwasten hiervan. En dan doe ik gewoon een klein beetje zo. Om mijn gezicht nog een beetje te bronzen. Ik doe ook vaak op mijn neus. Voor een beetje dat sunkist effect. Dan ga ik lekker met deze spray. Ik heb heel veel verschillende Fix Plus sprays. Ik gebruik wel vaak die van MAC, maar ik heb ook een van Bobbi Brown. En ik heb daarin niet echt een favoriet trouwens. Ik heb wel een favoriet. Dat is deze, maar dan met een roze geur. En volgens mij was het een limited edition, maar dat is echt mijn favoriet. Dan laat ik het even opdrogen. En ik moet heel eerlijk zeggen, eigenlijk doe ik de laatste tijd, is dit vaak wel gewoon een look. Ik gebruik niet echt meer mascara. En want ik probeer mijn wimpers te laten groeien met dat Revitalash serum. En heel af en toe doe ik nog wel wat oogschaduw, maar dat zijn eigenlijk altijd hele natuurlijke tinten. Ik wil er wel eventjes wat op smeren. En dat is het dan vaak wel. Maar ja, is het dan vaak wel alsof ik niks op mijn gezicht heb gesmeerd. Maar ik moet zeggen, ik kan best wel snel mijn make-up doen. We zijn nu 15 minuten verder. En het zit erop, dus ik hoef niet een uur voor de spiegel te staan voordat het erop zit. Dit Dior palet vind ik heel mooi tegenwoordig om wat lichte oogschaduw mee aan te brengen. Maar ik ben bijvoorbeeld ook heel erg fan van de Petite Heat van Naked. Naked Urban Decay. Urban Decay, ik weet niet hoe het uitspreekt. Oh ja, dit is echt een fantastisch glow palet trouwens van Charlotte Tilbury. Dit is toch echt te mooi voor woorden. Hier heb ik gewoon geen woorden voor. Maar qua oogschaduw, oh ja, wat ik ook wel vaak gebruik is deze Bobbi Brown Shimmer Brick. Volgens mij ligt deze een beetje aan gort. Ik kan hem niet echt recht ophouden. Dit is ook mooi als oogschaduw. Dat ga ik vandaag doen. En dan gebruik ik dit kleine kwastje van MAC 221. Om die kleuren een beetje, doe ik die onderste. Om die kleuren in mijn arcadeboog aan te brengen. In mijn crease. Zo. Om ook maar iets van een beetje kleur toe te voegen. Niet te veel. En dan dat ook aan de andere kant. Dan wordt het een beetje raar. Zo. En dan pak ik deze kwast. En dit is de MAC 224. En dit is echt mijn meest favoriete blending brush. Nou, blenden, blenden, blenden. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. En wat ik wel ook altijd heel mooi vind, is om met dit paletje, waar is die? Waar is die? Oh ja. Deze van Tarte. Ze zien er allemaal niet meer uit, godverdomme. En om dan met de MAC 217 brush, doe ik dan deze kleur.
hype. Dit is een beetje een gouden glitter. Die ik echt heel mooi vind. Dit is wel echt een van de mooiste paletjes trouwens die ik heb. Dat doe ik zo aan de binnenkant van mijn ooghoek. Dat vind ik wel altijd heel mooi. Ik heb het nu wellicht een beetje overdreven. Ja, ik weet wel zeker dat ik het heb overdreven. Beetje blenden. En dan ga ik eventjes mijn haar doen. En dat, daar ben ik al helemaal geen ster in. Dus daar hoef je niet per se van mee te genieten. Wat ik ook gebruik vaak. Ik ben de laatste tijd obsessed met glitters. Waar is dat ding? Where the fuck is it? Dan zou je zien dat ik dit op het moment dat ik deze video afsluit tegenkom. Mocht ik het nog een keer tegenkomen, dan ben ik tegengekomen. En ik vind het gewoon heel mooi om, ja, ik weet niet, als je dan beweegt, zo'n beetje nonchalant, dan zo'n beetje een glinstering op je armen te zien is. Ik gebruik dan deze body cream, mijn favoriete geur. Smeer ik mezelf ermee in. Och, dit ruikt zo lekker. En dan heb ik dus ook pijn in mijn hart, want dit is een limited edition. Ik kan dus niet leven met limited editions. Ik vind dat iets verschrikkelijks, want als het kut is, nou dan is het kut, I don't care. Maar als je een fantastisch product hebt wat limited edition is, dan krijg ik helemaal hartkloppingen van, want dan kan je het ook verkrijgen. Het is dus de Diorific Precious Rocks, een Golden Glow Loose Powder. Nou, deze zat volgens mij 1 of 2 jaar inmiddels alweer. Ik denk 2 jaar geleden bij de kerstcollectie. En het is zo heerlijk. Gewoon lekker al die glitters eruit halen. Het zijn letterlijk gewoon gouden glitters. En die dep ik dan nog een beetje op mijn vochtige huid van die body lotion. En het gaat er gewoon zo mooi in zitten. Ik moet wel zeggen dat Sara Lizzie ook altijd helemaal onder de glitters zit. Omdat ik haar dan bleed heb. Maar goed, I don't care. Zo. Hoppata. En dan ga ik nu eindelijk mijn haar doen. Oké, ik heb mijn haar gedaan. En zoals ik al zei, daar ben ik geen ster in. Sinds ik geen extensions meer heb. Is het wel veel chiller om weer mijn eigen haar te doen. Maar het is niet alsof ik het kan. Dus ik doe maar wat. Ik heb het nu gewoon letterlijk droog gefeund. Een beetje mousse ingesmeerd. En ik heb hier nog steeds een stuk pony wat niet helemaal is aangegroeid. En waar ik een hekel aan heb. Iedere dag weer. Maar dit was dus mijn updated make-up routine op dit moment. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. En tot de volgende video. Doei!